Goedenavond iedereen. Ik ben Tim Nijsmans, onder andere de beheerder van deze Facebookgroep Beleggen. En ik zag dat er een heel aantal nieuwe mensen de laatste weken weer terug lid worden van de groep. En een aantal vragen komt steeds terug. En ik dacht daarom, misschien moeten we even een Q&A-sessie doen, een sessie voor meest gestelde vragen, zodat we daarnaar kunnen verwijzen en zodat jullie ook weten wat zo'n aantal basisdingen zijn rond beleggen. En ik hoop dat jullie dit interessant vinden. Het is niet echt een Q&A, omdat ik heb een aantal vragen gekozen en daar al rond gewerkt. Misschien dat we in de volgende sessies, en op het einde van de sessie gaan we wel echte Q&A doen. En gaan we vanachter gaan we kijken naar de vragen die jullie gesteld hebben. Maar misschien een van de volgende sessies, mochten die er zijn, kunnen we wel echt eens interactief gaan. Oké. Dus wat is het programma voor vanavond? Ik zou starten met hoe en met hoeveel begin ik te beleggen. Dat is een eerste vraag die veel voorkomt bij beginnende beleggers. Daarnaast zie ik heel veel vragen verschijnen in de groep rond welke broker kies ik juist? Hè? Via welke platform, welke bank moet ik gaan? Hoe werkt dat juist? Wat zijn de voor- en de nadelen van die brokers? En een andere vraag die heel veel voorkomt is, wanneer koop ik nu juist best? Staan we niet hoog? Wanneer verkoop ik best? Het zijn de klassieke vragen die ook wel terugkomen. Logische vragen ook, hè? Daarna ga ik even kijken met de koersen. Heel veel vragen die terugkomen, heel veel opmerkingen die komen in de groep zijn rond, ja, mijn aandeel is gestegen, meestal gedaald de laatste tijd. En wat moet ik dan doen? Waarom is dat? Daar wil ik ook een beetje op terugkomen, samen met jullie. En een vraag die uiteraard heel vaak terugkomt is, wat denk je van dit aandeel? Zou ik deze ETF kopen? Wat moet ik kopen? Moet ik fondsen kopen? Moet ik ETF's kopen? Dat soort zaken. Ik beweer niet, hè, en laat het duidelijk stellen, ik beweer niet dat ik alle antwoorden in pacht heb. Dat beweer ik niet. Wat ik wel hoop, is dat je een aantal basiselementen kunt meekrijgen met deze webinar, met deze voorstelling die ik voor jullie heb. Maar ik ga geen concrete tips geven, hè, dus geen aandelen of ETF-tips, die kan je wel terugvinden als je artikels van mij opzoekt. Ik kan er op het einde van de webinar wel eens naar verwijzen, waar dat je dat kan vinden. Maar dat is niet het hoofddoel van deze webinar, van deze Q&A en Facebook Live tegelijk. Je mag gerust je vragen stellen ofwel in de opmerkingen, dus in de live chat van Facebook, ofwel hier in Zoom in de Q&A. Daar mag je je vragen zetten. Ik ga daar zeker op het einde op terugkomen. Misschien niet op allemaal, hangt van het aantal af en welke dat het zijn. Maar daar kan je gerust intypen wat je vragen zijn. Oké, laten we starten met een poll. En ik hoop ook een beetje, voor de mensen in Zoom kun je de poll invullen, dat is hoe lang beleggen jullie al, om even te zien, toch in Zoom, wat voor publiek ik heb. Hè. Beleg je nog niet, beleg je minder dan 1 jaar, beleg je tussen 1 en 3 jaar, tussen 3 en 6 jaar, of langer dan 6 jaar. Om te zien, heb ik een ervaren publiek of een beginnend publiek, kan ik ook een beetje mijn presentatie op aanpassen. Dus diegenen die absoluut willen laten weten in de Facebook live chat, mag dat ook natuurlijk. Maar daar kom je niet in de poll terecht. Dus, het is een beetje een gemengd beeld. Ik zie dat het eigenlijk heel gespreid is en de meeste mensen tussen 1 en 3 jaar beleggen. Dus misschien toch niet absolute beginners. Ik zal er proberen mee rekening te houden in de presentatie. Voor degenen die me nog niet echt kennen, dus ik ben Tim Nijsmans, naast beheerder van de groep Beleggen, ben ik dat ook van de groep Beursfreaks en nog een paar andere groepen hier op Facebook. Ik ben er ooit mee begonnen in 2008, omdat ik zag dat er nog
niemand over beleggen een groep had opgericht. En ik had er een aantal van mijn vrienden en kennissen toegevoegd en die bal is beginnen rollen, waardoor het nu, denk ik, de grootste groep rond beleggen is in de Benelux, denk ik. Het kan zijn dat ik mij vergis. Wat is mijn verleden? Ik heb gewerkt als vermogens- en fondsbeheerder bij Dirk Slijs Private Bank. Dat is een kleinere private bank in het Antwerpse. Daarvoor was ik ook al bezig met beleggen. Ik ben daarna begonnen, dus 3 jaar geleden, met een eigen zaak, de Vermogensgids, waar ik mensen help en coach om zonder hun bankier goede en goedkope beleggingen te doen. Vooral met ETF's. Dat is mijn specialiteit. En die zaak heet de Vermogensgids. Daarnaast zit ik ook in het team en in de raad van bestuur van de Vlaamse Federatie van Beleggers, de VFB. En ik geef ook een vak private banking aan de laatstejaars bedrijfsmanagement, mensen die bank- en financiënwezen volgen. Voilà, zo kennen jullie een beetje mijn achtergrond. En waar dat velen onder jullie, denk ik, toch zeker de nieuwelingen die deze video gaan zien, ook achteraf mogelijk, hè, want de opname zal beschikbaar zijn achteraf. Ik denk dat er velen onder jullie hier komen, omdat ze op hun spaarrekening iets meer krijgen. En de cartoon zegt het een beetje zelf, hè, geld op de bank zetten kost je geld, hè, niet alleen aan bankkosten, maar vooral inflatie, koopkracht, hè, waardeverlies. Je geld blijft inderdaad nominaal hetzelfde. Hè. Je blijft hetzelfde bedrag zien op je rekening. Met mogelijk in België 0,11% rente. Dat is een veiligheid nominaal, maar dat is zeker geen veiligheid reëel, zoals men dat noemt. Je kan niet met die 100 euro, 1000 euro, kan je over een jaar, 2 jaar, 3 jaar zeker niet meer hetzelfde kopen. Zeker niet in deze tijden. Dus daar zit het probleem. Maar, laat me dat duidelijk stellen, het probleem stelt zich dan ook dat als de rente zou stijgen, dat is niet mijn basisvisie, maar stel dat de rente ooit zou stijgen, dat heel hoop mensen terug uit beleggingen zullen gaan, uit aandelen, omdat dit eigenlijk geen normale omstandigheid is. Normaal krijg je meer rente, of op zijn minst evenveel rente, als er inflatie is. Dit is nu niet het geval. Dat is een keuze van door politiek benoemde centrale bankiers. Maar dat maakt dus dat veel mensen geïnteresseerd zijn geraakt in beleggen. En dus ook terechtkomen bij bankiers, bij adviseurs, in deze Facebookgroep en starten met beleggen. En er is natuurlijk wel een reden toe, en belangrijk. Hier zie je een grafiek van de standaard die ik heel veelzeggend vond. Met name dat de rente, de blauwe lijn, extreem laag is. Maar vooral de rode lijn, het verlies van geld, koopkracht, elk jaar. Want dit is eigenlijk nog een onderschatte grafiek. Want dit gaat eigenlijk enkel maar over wat je op 1 jaar verliest. Maar dat moet je eigenlijk samen tellen. Dus die lijn, die rode lijn, zou je eigenlijk permanent verder moeten zakken en niet terug omhoog gaan. Dus dat is een beetje de uitdaging voor iedereen vandaag de dag. Wat doe ik nu met mijn geld, met mijn spaargeld? Hoeveel ga ik daar eigenlijk van gebruiken? Want je moet natuurlijk zien dat je een buffer hebt. Heel belangrijk, je mag niet alles beleggen wat je hebt, hè. Enkel wat je kan missen is zo'n cliché. En missen is het verkeerde woord, maar je moet het wel kunnen opzij zetten en niet verplicht moeten verkopen. Ik kan dat niet altijd voorspellen, maar toch, als je al grote uitgaven hebt gepland, of je bent van plan om binnen een jaar of 2 jaar een huis te kopen, moet je niet nu nog snel starten met beleggen. De kans dat we eens terugvallen is reëel, is groot. Is niet zeker, maar is vrij groot. En dan zit je in een situatie dat je gedwongen wordt om te verkopen. En dat is iets dat je in de beleggingswereld, op de beurswereld, in de aandelenmarkt, zeker niet mag hebben. Dus als een klassieke uitleg die wordt gegeven is van investeren met geld dat je kan missen. 5 jaar plus wordt daar gezegd. Dat is niet omdat je elke euro die je in de beurs investeert, 5 jaar moet laten staan. Nee, dat hoeft niet. Waarom zegt men dan 5 jaar? Juist omdat de beurs een hele periode kan zakken. Stel dat je de pech hebt dat je juist begint te beleggen in 2000, de beurs zakt tot 2003, begint dan te hernemen,
Het duurt hè, tot 2005 voor we eigenlijk in vele gevallen terug waren op de originele niveaus. En als je dus dan geld nodig hebt gehad in die 5 jaar en je geld moest, je beleggingen moest in gelden maken, verkopen, dan had je verlies gezeten en had je gezegd van beleggen, dat is niks voor mij misschien, zeg je dan, want je verliest alleen. Die horizon is niet alleen belangrijk omwille van dat je het geld nodig hebt, maar ook psychologisch. Veel mensen focussen enorm, ik zie het ook in de groep, focussen enorm op die dagelijkse schommelingen. Mijn aandeel zakt met 3-4%, waarom is dat? De beurs zakt met 2%, waarom is dat? Ten eerste, de beursschommelingen, de aandelenschommelingen, zijn op korte termijn niet altijd te verklaren. Niet altijd, er zijn soms redenen voor. Maar soms is het gewoon de emotie van de markt. En daar moet je soms kunnen doorkijken. De meest gelukkige beleggers die ik ken, de meest geruste beleggers die ik ken, zijn degenen die niet naar hun beleggingen kijken of heel weinig naar hun beleggingen kijken en dat gewoon laten lopen. Het zijn natuurlijk beleggers die niet in, laten we zeggen, sportieve aandelen beleggen, hè, want daar moet je wel je aandacht bij houden. Maar als je een passievere soort beleggingen koopt, kom ik straks op terug, kan je eigenlijk soms ook gewoon het amper volgen. Dat zijn de gelukkigste mensen. Want heb je al ervaring, of heb je nog geen ervaring, de beurs, beleggen, daar moet je tegen schommeling kunnen, tegen beweging op die markten. En kijk eens naar jezelf. Ben je iemand die als je belegging gaat zakken, hè, dat je met verlies staat, word je daar zenuwachtig van of niet? Ga je daar slaap om laten of niet? Ben je daar gevoelig aan, wees dan heel voorzichtig met wat type belegging je neemt. Misschien zijn de aandelen dan niets voor u en daar is niks mis mee. Niet iedereen moet in aandelen beleggen. Dat hoeft niet. Dat is ook geen waardeoordeel. Hè. Je verdient misschien meer op lange termijn met aandelen. Maar als je daar een enorm slechte levenskwaliteit door krijgt, omdat je constant stress hebt, is dat zeker niet het waard. Dan moet je andere dingen zoeken. Doe eens een oefening voor jezelf. Doe eens een oefening voor jezelf. Zet eens op je huidige beleggingen, als je nog niet gestart bent, of de beleggingen, het bedrag dat je in gedachten hebt, voor je beleggingen, zet dat eens om in een 20% daling en zet dat eens om in euro's. Dat is een tip die een collega ooit mij gaf, een heel goede tip. Die zei van, ik praat altijd met mijn klanten over euro's in plaats van over procenten. En dat is eigenlijk een heel goede illustratie, een heel goede tip geweest. Want stel dat je, ik zeg maar iets, we gaan bedragen noemen en ik weet dat sommige mensen hoger of lager, doet er niet toe, maar stel dat je 10.000 euro wil en kan beleggen. En dat we na een jaar staan op 8.000 euro. 20% verlies. Wat is dan het gevoel? Was het gevoel, en dat is soms heel moeilijk om mensen om zich in de plaats te zetten van een verlies. Want sommige mensen zeggen, nou, zolang dat ze het niet zien gebeuren, voelen ze zich eigenlijk anders dan wanneer het wel gebeurt. Ook omdat die daling, van stel van 10.000 naar 8.000, een geleidelijke, misschien schokkende daling is. Maar je weet niet of dat die eindigt op 20%. Dat weet je niet. En dat maakt mensen zenuwachtig vaak. Je weet niet weten wanneer dat het gaat keren. Daar zal je moeten mee leren leven. Want doe dit ook eens met 40% verlies. Hè. Heel af en toe gebeurt dat ook eens. Het gebeurt niet elk jaar, gelukkig maar. Maar 40% verlies is 2008, bij de coronacrash in 2020 bijna, denk ik, op sommige vlakken. In 2000 tot 2003, zoals we dat soms ook gehad hebben. Het komt af en toe dus wel voor dat er een daling is van 40%. En dan ga je van 10.000 naar bijvoorbeeld 6.000 euro gaan. En vermenigvuldig dat als je hogere bedragen hebt, of deel het, als je kleinere bedragen belegt. En voel dat eens een keer aan of dat je dat in euro's kan verdragen. Dus daar heb ik eigenlijk ook een bol over. En er is geen goed of geen slecht antwoord. Hè. Er is geen goed of geen slecht antwoord aan deze bol. Wat als je 40% verlies dan zou hebben? Als je 10.000 naar 6.000 zou gezakt zijn, zeg je ik verkoop alles en ik beleg nooit meer. Zeg je ik verkoop mijn posities met winst, maar ik hou mijn verliezers bij, want die komen nog terug. Zeg je ik vergeet mijn beleggingen, zet het uit mijn hoofd. En kijk er eigenlijk minder naar. Of zeg je, ik begin bij te kopen met nog de weinige, misschien nog een paar centjes over. Of je kan zeggen van, ja, ik ga hier mee beleggen, ik begin bij te kopen.
zie dat er al wat vragen binnenkomen over brokers en zo. Geen probleem, daar komen we direct op. Dus ik zie dat de meeste onder jullie zeggen, ik ga bijkopen. En dat is ook wat de meeste mensen op voorhand zeggen, voordat er een daling komt. Een aantal zegt, ik vergeet mijn beleggingen. En dat is het antwoord dat de meeste mensen zullen toepassen. In de praktijk zie ik, in het verleden toch, met mijn ervaring als adviseur of in beleggingsclubs of bij vrienden, kennissen, is dat je eigenlijk heel veel mensen proberen hun beleggingen dan uit hun hoofd te zetten en bevriezen die dan, beleggen niet meer bij, maar gaan eigenlijk die behouden en gaan gewoon afwachten. En meestal gaat de aandacht proberen daarvan weg te gaan, zodat ze daar niet constant aan moeten denken. Dat is een beschermingsstrategie voor jezelf. Dat is eigenlijk nog niet zo slecht. Hè? Dat is nog niet zo slecht. Het ideaal is natuurlijk als je zou beginnen bijkopen. Hè? Maar als ik iedereen die tegen mij zegt van als het nog eens daalt, Tim, dan ga ik kopen. En die ik daarna bij een daling in de gaten zou houden en zou vragen van heb je nu bijgekocht? En die negatief daarop zou antwoorden of het nog niet durft of het niet doet. Ik zou al veel geld verdiend hebben als ik daar elke keer een euro voor zou gekregen hebben. Dus wees ook realistisch. In de daling van de coronacrash bijvoorbeeld hebben heel veel mensen in maart 2020 in de groep beleggen. Hè? Dus als we spreken over de Facebookgroep beleggen, hebben mij en mijn collega-beheerders en moderators die durfden opperen af en toe van misschien moet je toch eens een schijfje bijkopen, werden wij uitgelachen en uitgemaakt voor idioten. Want de beurs ging nog zeker 20% verder dalen. Dat is niet gebeurd, dus en we zijn hersteld. Om maar te weten, het sentiment was toen zeer zwart. En dan is het natuurlijk niet zo gemakkelijk om daar tegenin te gaan. De kranten staan vol met doemberichten en de wereld gaat vergaan. Lockdowns overal, de economie gaat in elkaar stuiken. Aandelen gaan niks meer waard zijn, banken gaan over kop gaan. Dat was toen de teneur. Dan moet je een beetje een sterk karakter hebben, een sterke maag hebben om dan te kopen. Dus dat is niet zo realistisch dat je dat gaat doen, maar ik vind het goed dat het sentiment er is. Ik verkoop alles en beleg nooit meer. Eigenlijk, dat is niet de slechtste optie. Wat is de slechtste optie? Ik zie dat twee mensen het geantwoord hebben. Het is ook een logisch antwoord, maar het is financieel gezien het slechtste antwoord. Ik verkoop mijn posities die winst hebben en ik hou mijn verliezers bij. Dat is de slechtste mogelijkheid. Waarom is dat de slechtste mogelijkheid? Dan ga je eigenlijk je verliezers bijhouden en je winnaars verkopen. Je gaat dus de goede beleggingen, die renderen, meestal goede bedrijven, winstgevende bedrijven, ga je wegdoen. En je gaat de verliezers, toch vaak met mindere bedrijven, ga je eigenlijk bijhouden. Dat is een heel normale reactie. Hè? Psychologisch is dat iets wat de meeste mensen gevoelsmatig zouden willen doen. Hè? Je ziet dat heel vaak, dat mensen hun verlies niet willen nemen, want dat is pijnlijk, ja, dat is definitief. En hun winsten, dat is heel gemakkelijk om dat te nemen. Hè? Dat is heel, heel eenvoudig. Terwijl je moet van je zou het moeten omdraaien. Je zou van je gevoel het omgekeerde moeten zeggen en zeggen van kijk, die goede bedrijven, die ga ik bijhouden. Ik ga eigenlijk mijn zwakkere bedrijven, zeker als ze dalen, omwille van het feit dat ze zwak zijn, die ga ik wegdoen. In een gewone beurscrash of correctie is dat anders. Dan wil ik dat niet gelijkstellen. Maar dus verliezers bijhouden, winnaars verkopen en met dat geld van die winnaars terugbeleggen, dat is een moeilijke strategie, want dan ga je soms verliezers accumuleren. Dus dat is niet de beste optie. Oké, welke brokers kies ik? Wat zijn de pro's en contra's? Dat is een veelgestelde vraag in de groep. We gaan vanuit een Belgisch perspectief spreken. Excuses daarvoor, maar dat is hetgeen waar ik ervaring in heb. Dus daar ga je een beetje de insteek gehad op die methode zijn. Misschien beginnen bij het begin. Als je wilt beleggen, heb je een effectenrekening nodig. Wat is een effectenrekening? Dat is een plaats waar dat je de aandelen of de beleggingen, de ETF's of andere dingen die je koopt, die daarop gezet worden. Dat is meestal een cashrekening gekoppeld aan een rekening waar de aandelen, de fondsen, de ETF's op staan. Als je ze gekocht hebt. En als je verkoopt, gaan die er terug af en wordt dat omgezet in je geld. Dat is de effectenrekening. Die open je bij een bank of bij een online broker. Een online broker is een... Meestal is het toch online, er zijn nog een paar brokers. Beursgenootschappen is dat in het Nederlands over, maar dat is toch zeldzaamheid geworden. Dus de meeste beursgenootschappen zijn ofwel veranderd in private bank,
of zijn een online broker geworden of zijn gefuseerd of zo. Of overgenomen. Online brokers zijn de namen die jullie wel kennen. Hè? De Bolero's, de Saxo's, de Giro's, Keytrades, Bucks en zo verder. De banken die tegenwoordig terug opnieuw in de beleggingsmarkt komen. Hè? Denk maar aan de Rebel van Belfius. ING die nu ook recent terug een iets competitiever aanbod hebben gemaakt. Daar kan je ook beleggingen kopen. Maar niet bij elke bank hetzelfde aanbod en op dezelfde manier uiteraard. En iedereen focust, of ik vind toch, de meeste mensen zie ik enorm focussen op die transactiekosten. En dat is natuurlijk van belang, uiteraard. Want transactiekosten vreten aan uw rendement. Maar je kan die verminderen ook op een ander vlak, hè, als enkel bij je broker. Je kan dat ook doen door bijvoorbeeld minder transacties te doen. Of slimmere transacties te doen. Dus de transactiekost is een belangrijk element. En dat begrijp ik perfect. Maar er zijn andere zaken die meespelen dan een transactie. Een vergoeding, maar ook andere vergoedingen daarnaast. En ja, hou ook rekeningen met andere zaken. Hè. Dat lijkt, hè, als alles goed loopt, lijkt het dat service en helpdesk dat niet belangrijk is. Maar als er een probleem is, hè, een probleem met een overname, fusie, een afsplitsing, er gebeurt iets met uw aandeel, ja, en je hebt een online broker die gratis of bijna gratis is, ja, probeer die maar eens te pakken te krijgen. Hè, of die ligt plat, dat platform. Hè. Als je koop werkt, heb je niet veel inkomsten. Hè. Kan je niet echt investeren in een geweldig platform of een geweldige helpdesk. Dat moet je begrijpen natuurlijk. Hè. De brokers die 0, 2, 1 of 2 euro voor een transactie raken, moet je niet denken dat je daar de geweldige service gaat krijgen. Maar is dat nodig? Bij sommige beleggingen is dat niet nodig. Maar wil je informatie hebben bijvoorbeeld, hè, extra informatie, tips, opleidingen, etc. Ja, dan kan je ook, daar zie je ook wel verschillen tussen de brokers zijn. Gebruiksgemak, hè, soms is een platform zeer moeilijk en kan je verkeerde dingen doen door verkeerde zaken aan te duiden. Goed platform, is altijd een evenwicht tussen dat afschermen. En zeggen van, kijk, je kan niks verkeerd doen, we gaan alles voor jou kiezen, en je kan wel een paar keuzes maken, of omgekeerd, alle mogelijkheden toelaten, maar dan is het de verantwoordelijkheid van de klant als hij iets verkeerd aantikt. En ook fiscaliteit. Zeker voor België moeten we er ook wel op letten, van als je een keuze maakt voor een buitenlandse broker, heeft dat gevolgen. Ik raad aan eens een keer te kijken naar bijvoorbeeld brokertarieven.be, of .nl voor de Nederlanders. Hè. Dat zijn daar kan je eens een keer een simulatie doen van, oké, wat kost mij nu, mijn type portefeuille, wat kosten die verschillende brokers? De Tijd heeft dit weekend, dus heel recent, hè, dit weekend heeft een bijlage gezet, de aandelengids. Daaronder staat een link voor het geval dat jullie dat volledig zouden willen lezen. En dit zijn de tarieven van de meest gebruikte brokers in België. En ja, dan zie je dat de online discountbrokers, nou, laat ons Bux en de Giro zeggen, dat die zeer goedkoop zijn. Maar dat je daar natuurlijk een beetje moet opletten voor andere zaken. Bux, de Giro, maar ook bijvoorbeeld Lynx, zijn buitenlandse rekeningen. Buitenlandse rekeningen in België moeten aangegeven worden in het centraal aanspreekpunt, het CAP. Dus dat betekent dat je daar moet aangeven dat je een buitenlandse rekening hebt. En elk jaar in je belastingaangifte moet je ook vermelden dat je een buitenlandse rekening hebt. Dat is op zich nog niet zo enorm moeilijk, maar dan moet je zeker ook controleren of de beurstaks en de Belgische roerende voorheffing afgehouden is door je online broker. Is dat niet het geval, dan moet je dat zelf doen. Moet je zelf een extra aangifte geven, aangifte maken en zeggen, ik heb die beurstaks is niet aangerekend, ik heb deze transacties gedaan, dus ik ga nog extra bijbetalen, idem dito met de roerende voorheffing, de Belgische. En want als je dat niet doet, komt de fiscus dat te weten. Er zijn uitwisselingsgegevens tegenwoordig tussen alle Europese fiscale overheden, want er is geen bankgeheim meer in Europa. Laat dat duidelijk zijn, er is in Europa, en zeker ook in België, geen bankgeheim meer. Ze weten welke rekening, ze weten welke inkomsten, dus... Mocht je daar dat zeggen van ik ga dat niet doen,
verwacht u een van de jaren, misschien niet het eerste jaar, hè, maar verwacht u een van de jaren toch aan een strenge brief van de fiscus. En als dat blijkt dat dat een aanzienlijk bedrag is en dat heeft een paar jaar niet aangegeven geweest, ja, dan kan er ook een boete op volgen. Dus wees daar bewust van. Heel goedkoop, maar ja, er zijn, als je 0 of 1 euro vraagt, moet je ergens besparen of moet je ergens anders geld verdienen. Een Bux en een Degiro zijn geen VZW's. Ze doen dat niet voor uw mooie ogen dat die dat gratis doen. Dus wat kan er gebeuren? Uitlenen van effecten. Uw order kan verkocht worden aan een hefboomfonds, aan een hedge fund. Het kan zijn dat ze je orders samen nemen. Het kan zijn dat je allerlei andere wrakken een klein nadeel krijgt. En vaak zijn dat kleine nadelen. Maar weet dat dat toch niet voor niks is. Zij verdienen geld op andere vlakken. ING is gestart met een iets scherper tarief, waarbij dat ze toch voor kleine orders, want hier staat nog 7 euro, ik dacht dat ze zelfs goedkoper gingen worden dan dat voor hele kleine orders, want dat procentuele kost was. Maar ze gaan dan een bewaarloon vragen van 0,024% staat hier, maar je moet dat per maand nemen, dus je moet dat maal 12 doen. Dus ik vind wel dat de tijd hier eigenlijk maal 12 had mogen doen. En dan is dat toch al een aanzienlijk bedrag. Als je dat bedrag maal 12 doet, dan heb je toch al een, dat zal dan al tegen de 0,3% bewaarloon zijn per jaar. Op een klein bedrag maakt dat allemaal niet uit, maar op een vrij groot bedrag begint dat aan te tikken. Begint dat echt aan te tikken. Polaro is gekend voor zijn brede informatie. Veel webinars, veel informatie aandelen, tips, morning letter. Je vindt, als je informatie zoekt, is Bolero in orde. En Bolero is ook heel gebruiksvriendelijk en gaat je eigenlijk beschermen tegen jezelf. Je gaat maar een order kunnen doen op 1 beurs voor per effect bijvoorbeeld. Bolero zal dan kiezen voor jou wat datzijdige de beste beurs vindt. Waar Bolero misschien minder goed in is, is aan allerlei extra kostjes. Je ziet hier bijvoorbeeld al 2% inning buitenlandse dividenden. Dat is niet weinig. En ook alle speciale gevallen. Vaak, ik denk dat keuzedividenden zijn en stokdividenden. Elk speciaal geval dat er gebeurt met je aandelen, dat iets van werk vraagt voor Bolero, durven ze wel 5 of 10 euro extra of 15 euro extra voor vragen. Dus hou daar rekening mee. Als je veel specialetjes hebt, speciale dingen hebt, met keuzedividenden en allerlei zaken, dat is bij Bolero toch wel wat duurder. Keytrade is vooral wel gekend omdat het ook een heel goede online bank is. Dat prefereer ik, dat vind ik wel een positieve zaak aan Keytrade. Ze hebben een heel mooie en gratis zichtrekening die er gekoppeld is. En je krijgt zelfs 5 cent als je zelf een order online ingeeft. Gimmick, maar toch wel een mooie gimmick. Links is een onderafdeling van Interactive Brokers, of een onderafdeling moet ik het noemen, een soort sub van Interactive Brokers, de Amerikaanse broker, net als Maxim. En Maxim en Links zijn dus allebei buitenlandse rekeningen. Zijn wat scherper van tarieven en zijn echt op Amerikaanse leest geschoeid, maar zijn geen gemakkelijke platformen. En dus hier komen we dan op een plaats waar dat je wel goed moet weten wat je ingeeft, want je krijgt heel veel keuze. Je kan dingen verkeerd doen, zal ik zo stellen. En dat is bij Bolero bijvoorbeeld al moeilijker. MiDirect is, vind ik persoonlijk, vooral gefocust op externe fondsen, actieve fondsen. Daar zijn ze heel goed in. Ze krijgen daar dan een vergoeding voor, een retrocessie zoals dat dan heet, een stukje van de beheersvergoeding. En daardoor laten ze die eigenlijk soms gratis aankopen en bewaren. Dus voor wie geïnteresseerd is in actieve externe fondsen, is MiDirect misschien wel een mogelijkheid. Ik vind het op andere vlakken minder spectaculair, mijn mening. Rebel van Belfius is dan weer, vind ik, gefocust op Belgische aandelen. Kleine orders, je ziet 3 euro voor een Belgische rekening. Is dat, denk ik, misschien dat ING nu met zijn procentuele misschien daar ook wel aan kan. Maar 3 euro voor een kleine Euronext Brussel order was echt wel is een laag bedrag. Ook heel eenvoudig, geen real-time koersen. Er komt zo een sociale score, een soort ESG-score op. Maar dat vind ik persoonlijk ook maar een zwart of wit keuze. Niet altijd even eenvoudig trouwens om dat te bepalen, een ESG-score.
Ook hier zie je kosten op buitenlandse dividenden, bijvoorbeeld bij Rebel. Saxo Bank, dat is de opvolger van Bing Bank. Ik heb op het Facebookgroep en in andere fora heb ik al enorme commentaar gehoord. De overgang van Bing Bank naar Saxo Bank is duidelijk niet zo vlot gegaan. En je ziet dat er nog altijd een aantal problemen zijn. Bijvoorbeeld de KID's van sommige ETF's zijn dan nog niet toegevoegd en men blijft dat maar zeggen, ja, dat onze partner, onze administratieve partner, krijgt dat niet rond. Ja, daar hebben wij geen, als belegger geen boodschap aan, dat we een heel aantal ETF's niet meer kunnen kopen. Het is een heel slechte overgang geweest, technisch gezien. Ik hoop voor hen dat ze terug, moet ik zeggen, een heel mooie plaats die Bing Bank had in het Belgische brokerlandschap terug kunnen veroveren. Maar ze gaan daar toch heel veel moeite en tijd voor moeten insteken om die reputatie terug te verdienen. En dat is jammer. Dat is echt jammer. Want zij hadden een van de mooiste aanbiedingen, vond ik. Gebruiksgemak, tarieven, brede keuze. Was ze zeer mooi. Maar ja, die overname door de Denen is... jammer genoeg is het platform. Men kiest dan voor het platform van de grootste. Dat is economisch gezien te begrijpen. Maar gebruiksgemakgewijs en voor klanten was dat eigenlijk een heel slechte set. Dus ja, en dan kom ik bij de laatste vraag hier eigenlijk. Voor onze brokers, wil je eigenlijk zelf wel beleggen? Want een aantal mensen komen op de Facebookgroep Beleggen terecht omdat ze willen met hun geld iets doen. Maar ben je eigenlijk geïnteresseerd om zelf die transacties te doen, zelf keuzes te maken in aandelen, fondsen, ETF's? Je kan dat natuurlijk ook uitbesteden. Je kan ook hulp vragen. Er zijn beleggingsbladen, er zijn beheerders, er zijn banken die je fondsen aanprijzen. Er is een adviseur zoals ik, die helpt beleggen met ETF's. Er zijn beleggingsplannen die ervoor zorgen dat je eigenlijk gemakkelijk gespreid kan beleggen. En soms zijn die dingen beter dan zelf keuzes maken, zeker als je er niet veel mee wil bezig zijn. En misschien de bedragen ook niet al te hoog zijn. Dus dat is misschien ook een belangrijk iets. Ik ga eens even kijken in de vragen of dat jullie... nog vragen hebben over die brokers. Iemand vraagt of dat ze fondsen kunnen kopen via online brokers. Het fondsenaanbod, dat verschilt van bank tot bank en van broker tot broker. Dus dat is soms wat zoeken. Ik denk dat MeDirect daar bijvoorbeeld ook wel voor gekend is voor een brede keuze, een keuze te hebben in externe fondsen. In principe kan je bij elke bank elk fonds kopen, maar dan is vaak de bescherming van de bank is dan vaak van 1, dat ze dat dikwijls afhouden, die bood. En 2, dat ze als ze het dan doen, dat ze er 2-4% instapkosten voor vragen die je ergens anders niet hebt. Soms is het een beetje zoeken inderdaad naar welke broker welke fondsen aanbiedt. Ik ga eens eventjes op de Facebook kijken. Bij welke broker krijg je een bevestiging binnen? Daar kunnen misschien de mensen ook in de chat antwoorden, die ervaring hebben met brokers. Bij welke broker krijg je een onmiddellijke mail als je een transactie hebt gedaan? Dan kan je helpen, je kan antwoorden op de vraag van Katrien, als je dat zou willen. Is spreiding tussen brokers aangeraden? Ook een goede vraag van Maya. Als je voor de zekerheid, is dat denk ik wel handig. Natuurlijk, ik vind dat persoonlijk al wel over een bedrag moet gaan dat de moeite is, want anders is het veel administratie en het onoverzichtelijk. Als dat is voor wat zijn kleine bedragen en groot, maar ik wil niemand tegen de schenen stampen met klein of groot een getal daarop te plakken. In België, fiscaal gezien, moet je zien dat je, dat is natuurlijk niet voor iedereen, moet je zien dat je... als je een rekening aan het opbouwen bent en je zou in de richting van 1 miljoen euro gaan, dan zou je toch een tweede rekening moeten openen, want vandaag de dag is dat een eenvoudige manier om die effectentax niet te betalen. Je mag dat. Je mag niet van een rekening die boven 1 miljoen is afhalen om dat te vermijden, maar je mag wel bestaande rekeningen stoppen met bij te beleggen en een nieuwe rekening openen. Zelfs bij dezelfde broker. Maar bij verschillende brokers, ik heb zelf ook rekeningen bij verschillende brokers, ook om te testen, voor mijn klanten te helpen, voor iedereen te helpen en te zien waar dat het beste is. En ja, dat is allemaal een persoonlijke keuze wat je
en hoe dat je wil combineren. Dus wil je zelf wel beleggen? Ook een belangrijke, iets waarover je moet nadenken. Wil je daar je tijd in steken? Gaat dat je hobby worden? Heb je interesse in de financiële markt? Indien niet, ja, opletten of jij dat eigenlijk wel wil doen. Wanneer koop of verkoop ik? Ook zo'n klassieker, hè? Ook zo'n klassieker in de vragen. In de vragen in de Facebookgroep beleggen. En daar is al heel veel onderzoek naar gedaan, studiewerk, artikels, boeken over geschreven. Hè? Dus er is al heel veel over gezegd en geschreven. Hoe noemt men dat nu? Alles in één keer beleggen noemt men lump sum beleggen. Hè? Dus alles in één keer, hup, ik steek alles in een bepaalde belegging of een gespreide belegging. De timing is dat je alles op één datum investeert. Dan heb je mensen hè, die zeggen, ik ga proberen timen. Hè, en dat is dan het klassieke verhaal van, ik wil op de dips, op de terugvallen kopen. Hè, dat is wat ik er juist ook in de poll zag. Van, we gaan terugkopen, we gaan bijkopen als het daalt. Dus ik ga op de dips kopen. En dan heb je de strategie, de dollar cost averaging, de DCA, of euro cost averaging. Voor ons Europeanen vind ik, hè, dat is geleidelijk investeren. Vaak hetzelfde bedrag, de harde dollar of euro staat. Hetzelfde bedrag investeren elke maand, elke 3 maand, elke 6 maand, elk jaar. Je kiest zelf je periode, maar eigenlijk dat je regelmatig blijft beleggen. Omdat je een plan maakt en er niet van afwijkt. Dat is dollar cost averaging. En dat zijn eigenlijk zo wat 3 technieken die gebruikt worden. Alleen die middenste techniek natuurlijk, die klinkt goed, maar hoe ga je die in de praktijk brengen? Kopen op de tips. En er is studies... Er is een studie gebeurd, en ik weet niet of dat ik het volgende een poll is eigenlijk. Ja, ik heb een poll hier. Wat haalt het beste rendement volgens jullie na 10 jaar? Wat haalt het beste rendement na 10 jaar? Alles in één keer beleggen, alle dips kunnen kopen. Dus weet dat je, stel dat je heel goed dips kan kopen en dat je dat kan. Wat zou dan het beste zijn? Of regelmatig beleggen, dollar cost averaging. Dus wat is eigenlijk volgens jullie het resultaat na 10 jaar? Hè, alles in één keer beleggen, het beste resultaat. Dips kopen. Hè, of regelmatig dollar cost averaging. Regelmatig bedrag investeren. Ik ben benieuwd wat jullie denken. Voilà. En het antwoord is dat 26% van jullie denkt alles in één keer beleggen. 13% zegt alle dips kunnen kopen. En 60% van jullie, de meerderheid, denkt regelmatig beleggen. Oké. Wat is het antwoord? Het academisch antwoord, dus de universitairen, de professoren, die hebben onderzoek gedaan en die zeggen in 75% van de gevallen, denk ik dat het was, ik heb ook ergens links staan daarnaar, is alles in één keer beleggen de beste keuze. Dan beleggen. Dat is academisch gezien, universitair, hè, professoren, is dat de beste keuze. Dat is inderdaad theoretisch zo. Theoretisch. Want, wat bedoel ik daarmee? In een wereld waar beleggers geen emoties hebben, hè, en beleggen zoals machines, daar is dat zo. De kans is inderdaad het grootste, dat als je alles in één keer belegt, dat je het beste resultaat haalt, omdat je gewoon heel dat geld laat werken voor jou. En dat de meesten... In de geschiedenis van de beurzen, van de financiële markten, dat de beleggingen gestegen zijn. Dus dat betekent dat als je 10 jaar, wat ook al een vrij goede horizon is, als je koopt in het begin van die 10 jaar, hè, dan is een rollend, ze noemen dat een rollende 10 jaar, noemt men dat, is dat eigenlijk in de meeste gevallen de beste keuze, want je laat heel je bedrag investeren, laat de hele tijd werken voor jou. En dat werkt. Maar, als je, zoals ik, met mensen... hebt gewerkt en nog altijd werkt, dan weet je dat we geen emotieloze robotten zijn. Wat ik zeg, in goede tijden en in mooie tijden zijn mensen meer geïnteresseerd om te beleggen, zoals nu. En in slechte tijden, dalende tijden, zijn mensen niet zo geïnteresseerd om te beleggen. En wat je heel vaak meemaakt, is dat mensen die dan grote bedragen in één keer beleggen, dat die inderdaad ofwel in paniek schieten ofwel afhaken op het moment dat we beginnen dalen. Want natuurlijk, die theoretische onderzoeken,
van die professoren, die gaan erover dat je niet verkoopt en dat je dus inderdaad bijhoudt en dat je niet zou wakker liggen van die enorme daling die er in de loop van die 10 jaar wel eens een keer geweest is. En dat is niet de realiteit. En er is ook een mooie blog over DCA. Dit is dus de buy the dip, dat is de blauwe lijn, versus dus regelmatig beleggen. En dan zie je dat de rode bolletjes hier, dat zijn de dips die je dan zou kopen. Dus je moet maar eens naar die website gaan. Die legt dat uit, hoe dat ze dips berekenen en zo. En zij komen tot de conclusie dat eigenlijk regelmatig kopen is een heel sterk systeem. De dollar cost averaging, regelmatig beleggen, is een heel sterk en goed systeem. Omdat, zelfs al koop je niet op de absolute dieptepunten of op de absolute dips, dan ga je nog, gaat jouw belegging wel renderen. Dat hoeft niet op een dip te zijn om te renderen, uiteraard. En hoe sneller je belegd bent, en dat zitten we weer natuurlijk bij die theoretische dingen, hoe sneller je belegd bent, hoe beter dat het begint te renderen. En het is iets gemakkelijker als je niet alles in één keer belegt. Als het dan daalt, dan voelt het tenminste niet aan alsof dat heel je vermogen de dieper in duikt. En als je dan het plan volhoudt, en ik kan dit niet genoeg benadrukken, want veel mensen zeggen bij een daling van ik zal nog eventjes wachten met mijn volgende storting, en dat eventjes wat langer en langer en langer. En dus eigenlijk komt erop neer dat ze hun plan dan afwijken en ermee stoppen. En pas terug beginnen als we eigenlijk al terug gestegen zijn. Dat heb ik al veel keren gezien, in maart 2020, in 2008-2009. Zelfs toen ik een studentenbeleggingsclub had in 2000 tot 2003, zag je afhakende mensen heel snel. En hun plan eigenlijk opbergen van te beleggen. Dus ik heb er ook eventjes de link naar gezet waar dat vandaan komt. Er zijn nog andere studies natuurlijk, maar je hebt eigenlijk een beter resultaat. Hè. Staat hier, denk ik, in 75% van de gevallen, als je 100% aandelen neemt, heb je in 75% van de gevallen de beste optie om alles ineens te beleggen. Die kwart van de gevallen dat dat niet is, doen emotioneel pijn natuurlijk. Dat je 10 jaar lang beter af was met een andere strategie. Goed. Dit is de, zoals jullie weten, is dit de cartoon die de hoofding is van de groep beleggen. En die staat er al sinds 2014 en die gebruik die al sinds de jaren 2000. Gebruik ik die al eigenlijk omdat op een ander punt waar ik het met jullie over wou hebben, was eigenlijk over de beursbewegingen, de koersen, de volatiliteit. Ik zie heel vaak dat jullie volledig, niet iedereen, hè, maar vele onder jullie, focussen enorm op die koers, op die prijs van dat aandeel. De prijs van dat aandeel zijn jullie enorm gefocust. Heel weinig op de waarde die je koopt. En dat is wat Buffett, Warren Buffett, de beursgoeroe, heel sterk wil benadrukken in zijn strategie. Hij zegt, prijs is wat je betaalt, waarde is wat je krijgt. Price is what you pay, value is what you get. En wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen, als jij een aandeel koopt op de beurs, koop jij een stukje van een onderneming. En dat vergeten veel mensen. Je koopt niet een financieel speculatief instrument. Dat is het soms ook, want het beweegt soms even op en neer. Je koopt een stukje van een onderneming. Een stukje van een gebouw, een stukje van een voorraad, een stukje van een patent, van een procedé, van een marktpositie, van know-how. Noem het maar op. Je koopt er een schijfje van. En de prijs die je ervoor betaalt, dat kan je meten tegenover bijvoorbeeld winstcijfers, omzetcijfers, rendabiliteit. Je kan dat afzetten tegen bepaalde parameters om te zien of je veel of weinig betaalt voor jouw schijfje van die onderneming. Heel weinig mensen doen dat. Heel veel mensen kopen op basis van wat ze op de beurs zien, de bewegingen die ze zien, de koersbewegingen die op en neer gaan. En als je dat doet, dat is speculeren, dat is niks mis mee. En ik wil benadrukken, ik wil dat nu niet slecht behandelen, speculeren, maar weet dat je dat aan het doen bent. Dan ben je niet aan het beleggen. Dus ik hou van de Amerikaanse stijl van de taal, is investing, is investeren. En beleggen in het Nederlands zou misschien beter ook investeren worden genoemd dan beleggen. Want beleggen krijgen de mensen soms de neiging dat ze moeten schuiven met al hun geld.
Als je zegt investeren en je gaat samen met een onderneming op pad gaan voor een meerjarenbelegging, je investeert in een onderneming, zoals een bakker die bijvoorbeeld een bakkerij opricht, hè, die zegt van ik start als bakker met mijn eigen bakkerijzaak, ja, die koopt inderdaad een stukje van een gebouw of huur, voorraden en die begint te werken. En die gaat niet aan de zot die elke dag aan zijn voordeur staat of in zijn winkel binnenkomt en die zegt van ik bied u zoveel euro voor uw bakkerij, die gaat daar geen aandacht aan besteden. Dat is eigenlijk, hè, dat is Mr. Market, zoals ze dat noemen. Hè, dat is de zot die elke dag komt tegen u zeggen hoeveel uw aandeel waard is. En ik kan hier benadrukken, dat is inderdaad een zot, hè, een emotioneel, korte termijn persoon. Die op en neer gaat, hè, die manisch-depressief is, die heel optimistisch is en dan weer zeer pessimistisch is. Omdat die ook in het algemeen proberen de investeringen in te schatten op heel lange termijn en daar allerlei conclusies aan uittrekken. En er gebeurt iets, dus we moeten enorm zakken. Of stijgen. De beurs, de cartoon, is niet voor niks een waarschuwing tegen u mee te laten slepen in die emotionele rollercoaster. Probeer het als een bedrijf te zien. Maar dat betekent ook dat als je dus investeert in een onderneming die nog geen winst maakt, of amper omzet heeft, dat je moet weten dat je een bedrijf koopt dat, ja, een groot risico is. Kansen lagen, kan slagen, maar kan ook falen. Niet elk bedrijf met verlies en een grote belofte is de nieuwe Amazon of is de nieuwe Tesla. En dat is waar je soms moet proberen niet te verliefd te worden op je aandeel en dat los te laten. En te kijken van wat zijn nu de cijfers, komen die uit met wat ik gedacht had? En veel mensen vragen, moet ik dat nu verkopen? Als ik verlies heb bijvoorbeeld, of ik heb een aandeel gekocht en het loopt niet goed, moet ik het nu verkopen, het aandeel? Wel, waarom heb je het gekocht? Wat was je analyse? Wat verwachtte je? Voldoet dat niet aan je verwachtingen? Waarom zou je het dan nog kopen? Waarom zou je het houden? Moet je jezelf echt afvragen. Want dat zijn bijvoorbeeld de aandelen die, hè, dit is bijvoorbeeld een grafiek waar dat in het zwart staat de Amerikaanse beursindex, 500 belangrijkste Amerikaanse aandelen, hè, van Apple naar beneden, hè, over Microsoft en Tesla en Alphabet en zo verder, tot de 500ste, wat nog altijd een groot bedrijf is, hè, maar zeker niet zo groot uiteraard als die genoemde. En die zijn op een jaartijd inderdaad bijna 30% gestegen. Maar dan heb je andere types aandelen die op de beurs noteren. Je hebt die heel beloftevolle aandelen, en jullie kennen de namen, ik zie ze af en toe verschijnen genoeg in de groep, hè. Ik wil er nu niet specifiek op gaan welke naam, dat doet er niet toe. Maar kijk naar de rode lijn. Dat is degene die de technologiebedrijven verzamelt die nog geen winst maken. Daar zit dus geen Apple of Alphabet of Tesla of zo in. Tesla is het verkeerd woord, Microsoft of zo zit daar niet in, want die maken winst. Dat zijn winstgevende en serieus winstgevende bedrijven. Je ziet ook de groene lijn, dat is de IPO-ETF. Dat wil zeggen, die volgen de aandelen nu nog maar net op de beurs staan. En diegenen die net op de beurs komen, zijn heel vaak ook van die beloftevolle bedrijven met veel groeipotentieel, maar potentieel wordt niet altijd verzilverd. En een bedrijf verkoopt altijd zichzelf als het naar de beurs komt. Ik heb met veel CEO's, niet van de grote bedrijven, want daar ben ik niet belangrijk genoeg voor, maar ik ben met veel CEO's in contact geweest toen ik bij Dirk Sluis werkte. En ik heb geen enkele pessimistische CEO gezien ooit. Die waren allemaal rotsvast van overtuigd dat hun bedrijf geweldig goed ging doen en hun aandeel dus ook geweldig goed gingen doen. Zijn ook verkopers van hun eigen bedrijf, van hun eigen aandeel. Moet je beseffen. Dus IPO's worden er naar de beurs gebracht en je moet ook altijd afvragen, waarom verkopen die aandelen aan mij? Soms is het om verder te groeien, maar soms is het ook omdat ze vinden dat ze een goede prijs kunnen krijgen en aan iemand anders hun aandelen kwijt kunnen geraken. Dus ik kijk vaak naar bij IPO's van, verkopen de oprichters aandelen of andere financiële partijen? Dan vraag ik me toch af, waarom zouden zij verkopen? Zij kennen het al. Het kan natuurlijk een spreidingszaak zijn, dat hoeft niet slecht te zijn, maar toch, het is toch een indicatie. De blauwe lijn is de dure software, dus de bedrijven die software maken uiteraard. En je ziet dat die vorig jaar in februari mee op de, ja, laten we ze toch, hype of toch op de beweging naar die aandelen mee omhoog surfte tot 20-30% hoger.
Maar ondertussen, als je een jaar verder kijkt, hè, dan zie je ja, min 10, min 15, min 25% staan. En dit is dan nog een paar dagen geleden. Hè, dus het is misschien nog wel dieper gegaan ook. En misschien het klassieke voorbeeld dat iedereen kent, waar je als Belg, Nederlander ook, niet meer in kan beleggen, of toch heel moeilijk in kan beleggen, is de ARK Innovation ETF van Cathie Woods, die eigenlijk er de specialiteit van gemaakt heeft om beloftevolle bedrijven te selecteren die heel veel potentieel hebben, maar heel duur staan. En zij gaat daarvoor. Ik vind dat een heel gevaarlijke strategie. En zij heeft daar in 2020 een geweldig goed resultaat mee gehaald. En in 2021 een verschrikkelijk slecht resultaat mee gehaald. Dat is maar de vraag of dat zij natuurlijk hier doorkomt. De beurs is emotie. En als je op Google intikt Fear and Greed Index CNN, dan kom je terecht op de Fear and Greed Index van CNN, uiteraard. En daar staat een beetje de samenvatting van 7-8 parameters die aangeven hoe positief of hoe negatief de markt is. Er staat dan fear en greed. Ik vind dat eigenlijk een beetje, die namen hebben te veel slechte connotaties. Greed is eerder optimisme en fear is eigenlijk pessimisme. En dus het optimisme was bijvoorbeeld, het optimisme was in de periode januari 2020 heel hoog, maar in maart, ik moet het nu uitleggen natuurlijk, hè, einde maart 2020, de coronacrash, zeer laag. En dat schommelt heen en weer. Je kan daar niet op die basis handelen. Hè. Dat is geen trading-instrument, toch zeker niet op de gewone getallen zoals dit hier. Maar als we extreem staan langs de twee kanten, dus onder de 10 in fear bijvoorbeeld, of boven de 90 in greed, dan kan je toch wel eens een keer kijken en zeggen van, zou ik niet in het geval van extreme fear een beetje bijkopen als je cash hebt? Omstandigheden tellen natuurlijk ook mee. Maar toch, extreme greed, hè, boven de 90, door te vragen van, zou ik niks van tafel halen hè, als je dan toch, als je toch bezig bent met actief te beleggen? Want actief beleggen, of passief beleggen is een keuze. Een keuze die je maakt. Een keuze die je maakt. En die toch bepaalt hoe dat je op de markt gaat bezig zijn met beleggen. Wat is passief bezig zijn met beleggen? Passief heeft zo'n negatieve connotatie, dat woord. Maar dat wil eigenlijk eerder zeggen van ik laat de markt voor mij werken. Ik ga dingen kopen zoals holdings of ETF's of dividendaandelen. En ik laat die voor mij werken als een investeerder. En ik ga niet liggen bezig zijn, selecteren, te veel selecteren van die is goed, dat moment is goed, ik ga erin, eruit. Nee, eigenlijk zeg je zo min mogelijk kosten, want daar worden vooral de banken en de brokers rijk van, zo min mogelijk kosten, hè, dus producten die goedkoop zijn, maar ook aandelen als ik ze koop, of vastgoedaandelen als ik ze koop, ga ik kopen en bijhouden. Dat is een beetje een passievere strategie. Actief is zeggen, van ik ga de markt volgen, de bedrijven analyseren, volgen zien wat is de beste optie, wat denk ik dat de mogelijkheden zijn hier met dit bedrijf, en dan selecteren welk aandeel, welk fonds, welk thema-ETF, welke sector-ETF ik koop. Ja, want ETF's kunnen ook actief gebruikt worden. En dat zijn twee verschillende stijlen, en je kan ze ook combineren. Je kan ook met een groot stuk of met een stuk van je portefeuille passief beleggen, een ander stuk zeggen, dat is nu mijn accent, daar ga ik mee actief zijn. Dat is mijn persoonlijke methode. Een groot stuk van mijn vermogen is passief belegd. En een kleiner stuk is actief, want ik kan dat toch niet laten. Ik ben een grote believer van passief beleggen. Maar ik kan het toch niet laten om zelf aandelen te selecteren. Hier en daar toch eens een keer bezig te zijn met die zaken. Maar dat is een kleiner gedeelte van mijn portefeuille zelf. Dus wil je wel zelf beleggen, je kan dat ook inderdaad uitbesteden. Hoe kan je nu beginnen en wat informatie vinden over beleggen? Wel, als je moet starten, is de podcast die de VFB heeft gemaakt. Hè. De VFB is de Vlaamse Federatie van Beleggers. Heel interessant om daar eens naar te luisteren. Ik spreek die in samen met Jasper, de hoofdredacteur van het VFB-blad, het gids voor de beste belegger. Een VFB-lidmaatschap is €20 voor een student, €60 voor een volwassene.
De beste belegger alleen al, hè, het blad alleen al, is dat meer dan waard. Hè, 130 pagina's elke maand, 10 keer op een jaar. 130 pagina's aan informatie over beleggen, aandelen, ETF's, keuzes. Alleen al dat is dat waard. Je hebt een aantal webinars, sommige gratis, sommige beperkte dingen. Evenementen, de VFB is echt een aanrader voor mensen die actief willen beginnen beleggen, die willen bezig zijn met beleggen. En er is ook de academie, waar zelf ik ook les in geef rond afgeleide producten, opties en turbo's. Maar je kan ook starten met de ABC voor beleggen. Dat start binnenkort trouwens op 8 februari met Jasper Vekeman en Danny Reewegs. Technische analyse is op basis van grafieken, analyses maken op basis van koersbewegingen, analyses maken. Fundamentele analyse is op basis van de winstcijfers, de boekhouding, de ratio's, daarop op die basis selecties maken in aandelen. Er is ook een analyse, er is ook trouwens een academie over ETF's, maar die zal dan eerder in april zijn en die geef ik ook samen met Stefan Desplanke van BlackRock. Technische analyse is niet alleen een academie, maar er is ook een hele week, hè, in 21 tot 24 februari een week, met bijvoorbeeld ook een introductie door Gert Bakeland over de vooruitzichten van de economie die daarin komen, en dan een heel aantal technische analisten die hun methodes gaan toelichten en een aantal tips gaan geven. Ik ga samen met Joran van Curvo ook een webinar geven, tips en tricks met ETF's bij VFB. Dat is donderdag 17 februari. Dat is een echte aanrader. Hè. Joran is een van de oprichters van Curvo. Curvo is een beleggingsapp waar dat je eigenlijk met indexfondsen heel eenvoudig met kleine bedragen kan beleggen. Waar dat alles voor jou wordt geregeld en dat je gewoon een profiel moet kiezen en regelmatig beleggen. En die DCA-methode. Zeer goed. Als je er meer informatie over wil, curvo.eu is de website waar je naar kan gaan kijken. Het werkt via een app, enkel via een app. En op die webinar gaan we het hebben over ETF's en trackers, wat daar recent aan veranderd is. Bijvoorbeeld rond de beurstax is er wat veranderd, maar de backtesting tool, dus de bekijken van hoe hebben bepaalde ETF's en ETF-stijlen het gedaan in het verleden, daar gaat Joran dieper op ingaan. Dat is een gratis service die zij bieden op hun website. Dus daar zou je zeker interessant om daar naar te kijken. En de app te downloaden is trouwens ook een aanrader. Zelf ben ik als vermogensgids ook bezig natuurlijk met ETF's en is dit de portfolio die ik volg, die ik eigenlijk samenstel, een van de modelportefeuilles die ik samenstel voor mijn klanten. En dan zie je dat er in 2020 inderdaad die enorme daling was, maar dat komt terug. En het geeft ook aan van, moest je nu perfect kunnen timen? Ja, uiteraard had je verkocht in februari 2020 en teruggekocht april 2020. Maar als je nu gewoon regelmatig koopt op deze grafiek, dan ga je ook een mooi resultaat hebben. Zolang dat je maar volhoudt. Een commentaar die ik af en toe, of die ik af en toe hoorde in de groep, was dat ja, de beursstijging is vooral door een aantal grote aandelen, zoals Apple en Alphabet en Amazon en zo verder en Tesla. En eigenlijk het idee dat ik ook, ik had zelf uiteraard dat idee ook al wel, maar Geert van Herk heeft dat uitgewerkt en ik vind dat ik hem dan ook de bronvermelding mag geven. Dat als je kijkt naar een equal weight ETF, dus dezelfde percentage in elk bedrijf, dus waardoor dat Apple en Alphabet en zo maar 1/500ste van de index zijn, zie je, dat is de rode lijn, dat die eigenlijk vorig jaar zelfs nog een beter resultaat gehaald heeft dan de gewone ETF. Dus de uitleg dat het de paar aandelen waren die de boel omhoog gedreven hebben, op niet, die waren belangrijk. Die hebben natuurlijk een belangrijke winst veroorzaakt voor de indexen, dat klopt. Maar de andere 490 aandelen, samengeteld, hebben ook een goede prestatie neergezet. Je ziet dat natuurlijk niet op die indexen, omdat ze daar heel klein in zijn, in de gewone indexen. Maar zet je ze in een equal weight, geef ze hetzelfde gewicht als Apple of Alphabet, dan zou de beurs dus zelfs meer gestegen zijn. Dat is ook wel een belangrijk element. Soms zie je dat in de pers, in de financiële pers, van kijk, het zijn enkel de grote aandelen. I beg to differ.
ga nog even de conclusies doen. En dan komen we, ga ik in de Q&A kijken, in de vragen. En misschien dat ik kan inpikken op een aantal zaken. Dus wat zou ik vandaag willen hebben dat jullie meenemen voor de presentatie van deze presentatie? Is eigenlijk, beleggen is een noodzaak vandaag de dag, vind ik. Hè? Maar enkel met het geld dat je kan missen en dat je erop voorzien bent op schommelingen. Wees erop voorzien, maak van tevoren een plan. Geduld is de belangrijkste karaktertrek die een belegger moet hebben. Geduld, een jaarlang geduld en kalmte. Dat zijn de dingen die nodig zijn om goed te kunnen beleggen. Niet de slimste zijn, je moet niet alles kunnen bedenken, alles kunnen analyseren. Dat helpt om daar wat visie op te hebben. Maar geduld en kalmte zijn veel belangrijke karaktereigenschappen die nodig zijn voor een goede belegger te zijn. Heb je geen interesse om die aandelen individueel te gaan opvolgen? Heb je geen interesse om de kwartaalresultaten te bekijken, de jaarverslagen te lezen, bezig te zijn met die te vergelijken met concurrenten? Heb je daar geen interesse in? Heb je andere dingen in je leven? En de meeste onder ons hebben trouwens andere dingen in hun leven en zijn niet, zoals ik en sommige anderen onder jullie, daardoor enorm geboeid. Laat het dan via ETF's of fondsen beheren, het geld. Dat is beter dan dat je iets random kiest en dat laat staan. En als het slecht gaat, misschien aan zijn lot overlaat. De markt, de aandelenmarkt is op korte termijn pure emotie. Probeer daar niet op korte termijn altijd een verklaring voor te zoeken. En laat je ook niet meeslepen in die grote schommelingen die er soms zijn. Probeer dat afstand te nemen. Degene die mij graag volgen, hè, en dan zeker als je wat interesse hebt in ETF's of zo, ga je, als je mij volgt op Facebook, de vermogensgids daar, of Twitter onder eigen naam, of op LinkedIn onder de vermogensgids of onder eigen naam, mag je me gerust volgen daar. Dan krijg je alle updates die ik over bepaalde zaken geef, krijg je daar. Je kan me ook mailen of eens een keer naar mijn website kijken. Bij de website van de VFB, dus vfb.be, zijn er het meest gelezen artikel daar momenteel is de drie ETF-tips en een belastingbommetje. Dat is mijn artikel met drie ETF-tips. Mocht je dan toch echt een tip willen vandaag, dan zou ik eens naartoe surfen. Dat gaat niet eeuwig blijven bij de meest gelezen artikels staan, want na drie maanden vervangen we die, maar dus nog wel een paar weken zal het wel als meest gelezen artikel staan, denk ik. Oké, ik ga jullie eens even vragen in een poll. Waarover zou jullie graag een nieuwe webinar hebben? Als je er één wil hebben natuurlijk, je kan meer dan één antwoord aanduiden in de poll. Eerste is meer Q&A, dus nu heb ik dat zelf een beetje uit de vragen die ik altijd zie terugkomen een presentatie maken, maar dan kunnen we echt wel wat meer individueel gaan. Zeg je aandelen bekijken, fundamentele onderzoek, fundamentele analyse, zeg je grafieken analyseren, technische analyse, vooruitzichten op de beurs, macro-economie. Wat denk je van het vorige jaar? Ik heb zo voor de VFB ook een webinar gegeven, 5 of 6 januari, met de vooruitzichten van het jaar. Met uitleg over de rente en zo, als dat u interesseert. ETF-tips en tricks, dat is meer mijn niche natuurlijk. Heb je daar interesse in, wat daarvan belang is? Laat het weten. Ik ben benieuwd waar jullie interesse naar uitgaat. Ik ga ondertussen eens kijken in de... En ik zie dat... ETF's, de winnaar is, daarna fundamentele analyse, daarna vooruitzichten, daarna technische. En een echte Q&A is precies niet echt jullie topkeuze. Oké, we gaan eens een keer in de vragen. Ik ga proberen de vragen die wat inpikken met de thema's van vandaag, daar eerst mee te beginnen. Nick vraagt... Marktomstandigheden veranderen. We gaan soms van de rotatie van de ene type aandeel naar de andere. Moet je daarin meegaan of moet je daar niet in meegaan? Hoe ga je daarmee om als belegger? Dat is een goede vraag, Nick.
hangt ook van je stijl van beleggen af. Als je een passieve belegger bent, dan laat je dat gewoon over je heen gaan. En dan zeg je van, ik koop beleggingen, gespreide ETF's, eenvoudige goede holdings, eenvoudige dividendaandelen, en dan laat je dat gewoon voor wat het is. Van de ene naar de andere kant, van de ene regio naar de andere regio, van het ene thema naar het andere thema, dan ga je daar niet in meegaan. Ben je iemand die natuurlijk wat actief ermee bezig is en zeg je van, goh, en dan zijn wij natuurlijk op de rand van speculatief en beleggen, dan kan je natuurlijk wel van het ene naar het andere gaan. Je zou kunnen zeggen, vandaag de dag is growth is precies wat aan het verminderen, en de rentestijgingen hebben veel meer impact daarop. En moet je dan nog naar de value-aandeel, naar de waarde-aandelen gaan? Dat zou je kunnen doen, maar dan moet je dat constant blijven volgen en van het ene naar het andere thema of stijl evolueren. Ik ben zelf geen fan om dat te veel te doen, maar ik ben ook niet blind, hè, dat vandaag de dag dat je wat groeiaandeel gevoeliger is, hè, en een waardeaandeel veiliger is. En vorig jaar was het bijna omgekeerd. Moet je focussen op dividend of hoog dividend beleggen, de voor- en de nadelen? Ook ja, dat is een vraag die ook altijd terugkomt. Moet ik focussen op dividenden of niet? Er zijn soms hevige discussies over in de groep. Dividenden zijn, sommige mensen vinden dat belachelijk, want je betaalt de roerende voorheffing op, soms dubbele roerende voorheffing. En de bedrijven moeten daar meer mee doen. Dat is de ene visie. De andere visie is, ja, maar ik wil inkomen hebben uit mijn beleggingen. Ik vind het toch wel handig dat die iets uitkeren, dat ik iets in mijn portefeuille terugkrijg van mijn investering. Sommige mensen willen ook een supplement boven hun inkomen en bovenop hun pensioen. Dus daarvoor is een dividend zeker ook interessant. En de beide groepen hebben een beetje gelijk, hè. Inderdaad, fiscaal gezien is dividenden niet zo interessant. Dat klopt. Langs de andere kant, bedrijven die nooit dividend geven en al hun geld spenderen aan diversificaties, die soms ook mislukken, die zijn daarom niet beter. Dus je moet daar een goed evenwicht in houden. Een matuur bedrijf, een bedrijf dat zijn sector eigenlijk al goed vertegenwoordigd is in zijn sector, dan vind ik, ja, moet je dan in andere sectoren gaan beleggen? Kan je niet gewoon iets teruggeven aan je aandeelhouders? En je kan ook eigen aandelen inkopen, dat doen de meeste bedrijven tegenwoordig. Maar dividenden uitkeren is daarom niet slecht. En het zorgt ook voor een soort, moet ik zeggen, zuinigheid bij de directie. Het zorgt ook voor een soort bedenking van, zullen we deze investering wel doen? Zullen we niet zuinig zijn op onze centen? Want we moeten verplicht een deel uitkeren aan onze aandeelhouders en we mogen dat niet laten zakken. Want zoals jullie weten, denk ik, als een aandeel aankondigt dat zijn dividend gaat zakken, dan gaat het enorm de diepte in. En dat zorgt ervoor dat er toch een bepaalde, ja, gezonde zuinigheid is bij die bedrijven. Terwijl een bedrijf dan nooit een dividend geeft en altijd maar zijn winst accumuleert en spendeert aan. Ja, uitgeeft aan zaken, heb je die zuinigheid niet. En dat loopt soms verkeerd af. Je ziet dan aan een tijd dat een nieuwe CEO komt en die al die oude projectjes van die oude CEO wegdoet, het oude management wegdoet, en ook een hele hoop mensen doet vertrekken, hè, in herstructureringen. Dat zijn soms uitwassen van vorige management dat te veel gespendeerd heeft, dat niet succesvol was. Dus dat is dan een voordeel aan dividendaandelen. Kapitaliseren, hè, is beter, vind ik, dan uitkering in fiscaal en ook rente op rente. Dus voor je eigen portefeuille, als je het niet nodig hebt, het geld kan je beter herbeleggen. Via een kapitaliserende ETF of fonds heb je daar de sterke kracht. Dus als je kan kiezen tussen een uitkeringversie van een fonds of een kapitalisatieversie, ben ik meestal voorstander. In de meeste gevallen van de kapitalisatieversie. Lange termijn zie je dat oplevert. En dan vergeet je niet die sommen geld die op rekening komen te herbeleggen. Dus de kracht van samengestelde rente is dat noemt, of samengesteld rendement. Dat is heel krachtig. Winst op winst op winst is een van de mooie sterktes in beleggen. Iemand vraagt, dat is ook een goede vraag. Waarom kan je uitleggen waarom ervan uitgaan dat de koersen op lange termijn altijd zullen stijgen? Dat is een goede vraag. Het is anoniem, ik zie geen naam erbij staan.
Laten we zeggen, er zijn verschillende redenen, vind ik, daarvoor. Eerste reden is het optimistische verhaal dat we met onze samenleving erop vooruit gaan. We zijn er eigenlijk in de laatste 100, zeker sinds de industriële revolutie, ik wil niet discussiëren over de nadelen, et cetera. Laat me het over het economische eventjes focussen. Dat is mijn core business natuurlijk. Zijn we erop vooruit gegaan? Zijn bedrijven productiever, beter en geworden. Dat is al 200-300 jaar telkens beter aan het gaan. En ook nu zie je met alternatieve energie, met robotica, met nieuwe kunststoffen, sterkere kunststoffen. Je ziet nog altijd technologische vooruitgang, productiviteit stijgen. En productiviteit die stijgt wil zeggen dat de bedrijven en onze samenleving in zijn geheel vooruit gaat. Dus de vooruitgangseconomie. Dat is een reden waarom de aandelen op lange termijn stijgen. Dat is één van de redenen. De andere reden is dat ze verdienen ook geld voor u. Het bedrijf met de beurs heeft de aandelenmarkt in zijn geheel heeft een koerswinstverhouding tegenwoordig van tussen de 20 en de 25, denk ik. Wat wil dat zeggen? Tussen de 4 en de 5% rendement verdient een bedrijf voor u. Dus dat betekent vandaag de dag, als jij 100 euro investeert, dat het bedrijf binnen het bedrijf weliswaar, dus niet noodzakelijk in uw aandeel, want dat is de beurs, dat is iets anders, maar in het bedrijf zelf wordt er 4 of 5 euro gemiddeld gezien voor u verdiend. Sommige bedrijven meer, sommige bedrijven minder, maar gemiddeld gezien 4 à 5 euro. En dus die 104 na een jaar, of 105 na 2 jaar, 108, 110, 111, ervan uitgaan, dat niet meer het geval zou zijn. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat je denkt dat het gemiddelde bedrijf geen winst meer gaat maken. Dat zelfs in depressies, in recessies en depressies, is dat niet gebeurd. Is dat niet gebeurd. Plus, dan heb je nog altijd onderliggend die activa natuurlijk. En komen we daar op termijn uit? Dat is een tweede reden. Dus bedrijven maken winst en die winst accumuleert. Dat is de tweede reden. Derde reden is, waar meten wij aandelen in? Wij meten aandelen in euro's, dollars, ponden, munten. Als we één ding jammer genoeg geleerd hebben, en nu terug beginnen leren, vrees ik, dit jaar, is dat munten van de overheid, want daar komen ze vandaan, hebben de controle daarover, dat munten waarin dat aandelen worden uitgedrukt, dat die eigenlijk soms misbruikt worden door de staat. Die worden bijgemaakt, worden gespendeerd en de waarde, de koopkracht van uw euro's, van uw dollars, vermindert als je het gewoon geld op de rekening laat staan. Wat wordt dan meer waard? De facto, alles wat iets van bezit is, wordt meer waard als uw euro, dollar, pond begint in waarde te zakken. Koopkracht, niet tegenover elkaar, hè, want als ik daarover spreek, zeg ik soms mensen, ja, een dollar en een euro tegenover elkaar, het gaat over tegenover bezittingen. Waarom stijgt vastgoed en gronden al honderden jaren uitgedrukt in euro's of dollars of ponden? Waarom stijgen het goud al heel lang? Waarom stijgen cryptomunten? Waarom stijgen aandelen? Wel, je kijkt eens naar de andere factor. De andere factor is de munt waarin dat uitgedrukt is, met name onze euro, onze dollar. Dat is eigenlijk een teken dat die aan het waarde vermindert. En aandelen, die hebben gebouwen, gronden, die hebben voorraden, die hebben iets van waarde. Dus dat is de reden waarom dat, drie redenen vind ik, waarom dat aandelen eigenlijk lange termijn meestal meer waard worden en na termijn dus op de beurs ook stijgen, maar dat kan soms dus jaren duren. Iemand vraagt, zou ik een ander brokerplatform nemen als ik de ETF die ik interessant vind, daar niet terugvind? Bram, dat is een goede vraag. Dat is natuurlijk veel administratie. En je moet voor jezelf uitmaken of dat je niet een bijna gelijkaardige ETF wel kan kopen. Bijvoorbeeld, er zijn denk ik wel 10 verschillende ETF's of meer in Europa die de S&P 500, de Amerikaanse beurs, de index van de Amerikaanse beurs, er zijn nog veel meer die andere indexen volgen van Amerika, maar er zijn er waarschijnlijk al een 10-tal of 20-tal die gewoon de S&P 500 volgen. Dus dat heb je vaak, dat er van ETF's
concurrenten zijn, gelukkig maar. Zo zijn die beheerskosten ook, worden die ook laag, hè, door concurrentie. En als je een concurrerende ETF kan vinden, is het dus dan niet nodig om te wisselen van brokerplatform. Is dat een heel groot verschil en vind je echt niks, ja, dan zou ik wel wisselen. Is dat, zoals je bij sommige brokers ziet, heb je gewoon een heel klein aanbod, ja, dan moet je misschien wel naar een ander brokerplatform gaan. Maxim is inderdaad ook een buitenlandse rekening. Curvo is geen buitenlandse rekening. Curvo is een Belgisch beleggingsapp, Belgisch beleggingsplatform. Dus daar wordt alles geregeld fiscaal voor u. Bram vraagt, Curvo vraagt 1% all-in trouwens. Die ze jaarlijks vragen, is dat de moeite? Wel, omdat dat all-in is, is dat echt wel de moeite. Ze zijn eigenlijk heel mooi platform. En zij zeggen dan, wij vragen 1% all-in. Terwijl andere platformen en andere beurzen, andere brokers zeggen vaak, ah, het is zoveel beheerskost, maar er is nog zoveel tax, en er is nog zoveel bewaarloon, en er is nog zoveel dit en dat. Zij zeggen 1% all-in. Taxen, instap, het is geen instap, instap is gratis. Alles van fiscaliteit, van kosten, zit allemaal in die 1%. En in vergelijking met wat andere partijen vragen die hetzelfde aanbieden, beleggingsplannen aanbieden, is dat de goedkoopste op de markt. Dus nee, ik vind Curvo echt wel als beleggingsapp. Je kan starten vanaf €50. Is zeer gebruiksvriendelijk. Dus dat vind ik echt wel een mooi platform om te gebruiken. Analisten volgen die wat bewezen hebben, ja, analisten zijn zeer intelligente mensen en nuttig voor de analyses die ze maken, maar hun adviezen zomaar volgen of een koersdoel zomaar volgen zou ik nooit doen. Hun analyses zijn boeiend, ze zijn echt interessant om te lezen wat die te zeggen hebben over een aandeel, maar daar dan een advies op plakken of een koersdoel, dat is niet gemakkelijk. Dat is niet gemakkelijk voor de beste mensen. Ik heb het ooit half gedaan, ben zo wat part-time analist geweest. Ten eerste is het helemaal niet gemakkelijk. Ten tweede is dat vaak ook niet enkel de mening van de analist. Er zit iets achter. Er is een onafhankelijkheid, maar je werkt voor een bepaalde bank en er is een ongesproken methode om mensen te zeggen van dat het advies mag veranderd worden. Dus analisten zijn goede mensen die interessante analyses doen. Voor de teksten in die analyses te lezen, zeer boeiend. Maar hun adviezen of de koersdoelen vind ik minder interessant. Ik volg daar liever mijn eigen visie, eigen analyse. Maar ik maak die soms, mijn eigen visie, op basis van de teksten die de analisten schrijven. En gewoon ze volgen. Er zijn jammer genoeg veel academische studies die bewijzen dat de gemiddelde analist niet beter doet dan de beurs. Dus gemiddeld. Maar er zijn wel goede analisten die dat wel zijn natuurlijk. Stel dat je moet starten met beleggen. Dat is een goede vraag, die wou ik eigenlijk vertellen. Ik heb dat nog niet gedaan. Is dat je starten met beleggen, eerst een bepaalde som, lump sum beleggen en dan DCA doen, is eigenlijk een mooie combinatie. Dus inderdaad een stukje van je kapitaal, een groter stukje, in één keer beleggen en dan kleinere stukjes aanvullen. Dus eigenlijk een mix van ineens beleggen en daarna extra bijbeleggen in een DCA-methode. Dat is eigenlijk een combinatie die ik heel goed vind. Dus inderdaad, een goede vraag. Dat vind ik een heel mooie strategie. Een iets groter bedrag ineens beleggen en dan een kleiner bedrag aanvullend elke maand, 3 maand, 6 maand bijbeleggen. Dan combineer je al een groter bedrag dat impact heeft, waarmee je al wat kan verdienen, met dan kleinere bedragen die, als het misschien naar beneden gaat, ervoor zorgen dat je gemiddelde koers naar beneden zakt. Of bij een stijgende beurs die natuurlijk ervoor zorgen dat je meer en meer langzaamaan belegd blijft. Maar dan heb je dus die originele som ook al belegd. Dus een mix van lump sum investing en DCA is inderdaad een heel goede methode, vind ik persoonlijk.
Ik zie dat Nico in de Facebookgroep vraagt, is er een soort methode om effectief geld te beleggen, een soort beursspel? De tijd heeft de beursrally, dus dat is een mooie. Je kan demofondsen, demorekeningen heb je soms, dat zijn beginnende rekeningen. Je hebt bij veel brokers watchlists en oefenportefeuilles. Als je het helemaal gratis wil, op investing.com. Het is investing.com. Als je daar een profiel aanmaakt, kan je gratis watchlists en gratis portefeuilles maken. En die volg je dan eigenlijk, dat kan je gewoon doen alsof dat je iets aan het kopen bent, verschillende portefeuilles, en dan kan je die eigenlijk gratis daar bewaren en kan je dat volgen. En dat is een methode om op papier al te starten en alles te oefenen zonder dat je echt geld inlegt. Dus investing.com. Profiel aanmaken en dan watchlist maken. Of je hebt watchlist en de andere keuze is eigenlijk een portefeuille aanmaken. Nog vragen in de Facebookgroep? Short gaan. Thomas vraagt, short gaan, ik ga er niet die, want dit zijn meer beleggingswebinar voor beginners. Dus short gaan is eigenlijk aandelen verkopen die je nog niet hebt, of ja, opties of warrants of turbo's profiteren als iets daalt. En daar is zeker iets voor te zeggen om dat te doen, maar het blijft heel sterk gefocust dan op timing, het moment kiezen. En laat dat nu iets zijn dat niet gemakkelijk is. Hè? Timing kiezen, het moment kiezen, niet gemakkelijk. En als je ermee wil bezig zijn, er zijn veel, veel partijen die daar advies over willen geven. Maar echt short gaan, en dus als je echt aandelen short gaat, dan verkoop je aandelen die je niet hebt. Hè? Dan leen je die ergens. En in theorie kan je enorm veel geld verliezen. Hè? Want aandelen kunnen stijgen tot enorme bedragen. En als jij die uitgeleend hebt, moet jij die ooit terugkopen om ze terug te leveren. Dus dat verlies kan zeer groot oplopen als je verkeerd zit met een shorten met de aandelen zelf. Je kan het ook doen via turbo's. Dan kan je inderdaad in principe maak alleen maar hetgeen verliezen dat je inzet. Er zijn methodes genoeg voor, maar ik vind het niet echt iets voor beginners. Dit kan je herbekijken voor degenen die nog aan het volgen zijn. Dan laten de Facebookgroep herbekijken. Ik denk dat de meeste vragen, de belangrijkste vragen, degene die een beetje passen in het huidige, nog eventjes zien in Zoom. SPAC zijn zeer risicovol, hè? Dus Special Purpose Acquisition Companies, dat zijn eigenlijk blanco check bedrijven, die fuseren met een beloftevol bedrijf en daar dan aandelen van krijgen. Degene die dat opzetten, zonder SPAC, dat zijn de enigen die zeker winnen. Het bedrijf dat naar de beurs komt, heeft een eenvoudige en dikwijls goedkope manier om naar de beurs te komen. Maar de investeerders in de SPAC, dat hangt heel sterk af van uiteraard wat je krijgt. Het is een beetje een aandeel kopen zonder dat je weet wat je koopt. Dus dat is helemaal tegen mijn persoonlijke filosofie. Maar je kan geld verdienen. Je kan de beurs verdienen. Geld verdienen met vele zaken waar ik niet achter sta. Dus dat is geen verwijt. Oké, ik denk dat we stilletjes aan kunnen afronden. Ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Laat het maar weten, mochten jullie graag nog zoiets iets hebben hier in de Facebookgroep beleggen en over welk onderwerp. Laat het gerust in de comments weten. Als je extra vragen hebt, kan je het hier ook in de commentaren onderaan vragen. En dan kunnen misschien andere leden van de groep beleggen jullie helpen, of ik zelf kan er ook op antwoorden. Dus geen probleem als je dat doet, als je dit kijkt in de uitgestelde relais. Goed, bedankt voor jullie aanwezigheid. Ik hoop dat ik jullie niet verveeld heb en dat je hier en daar iets ervan opgestoken hebt. En nog veel plezier in studiewerk zeker, in de beleggingswereld en in de Facebookgroep Beleggen. Tot later.